Nou, allereerst het bijzonder dat hij bijna een halve eeuw Feyenoord heeft gefotografeerd. Vanaf 1957 tot 2005, dat is natuurlijk een eeuwigheid. En het bijzondere vind ik ook dat je de ontwikkeling van de fotografie via dat immense archief van Piet Boutsen uitstekend kan volgen. Je ziet de jaren 50, 60 is het allemaal nog overdag, het voetballen, met enorm veel decor in de foto's. Later wordt het avondwedstrijd trouwens in de jaren 60 ook al een beetje met de Europa Cup. Maar het bijzondere is, het is de huisfotograaf van Feyenoord die ook altijd achter de goal zit waar Feyenoord moet scoren. Dus vaak staan de verdedigers van Feyenoord niet op zijn foto's, wat wel bijzonder is. Het was een goede technische fotograaf die vooral in de beginjaren alle ruimte had om in het stadion rond te lopen en vanuit hele bijzondere oogpunten ook fotograferen. Wat maakte hem voor de spelers zo bijzonder? Want hij was meer een vriend als fotograaf, begreep ik. Ja, het was inderdaad een vriend van de spelers. Hij maakte portretfoto's, echt hele bekende portretfoto's. Die zijn nog steeds herkenbaar ook. Vaak waren het spelers die gevraagd werden om door hun knieën te zakken. En dan van bovenaf fotograferen Piet die foto's. Dat werden spelerskaarten. Dat zijn nu een soort collectors items, zeg maar, onder verzamelaars. En die kregen die spelers voor een gulden kostte ze, geloof ik. Vandaar dat ze bijnaam ook Piet Piek was in die periode. U kende hem zelf ook. Heeft u hem lang gekend? Want hij is in 2005 gestorven. Ja, ik heb eens kijken, vanaf 1968 ben ik werkzaam geweest in de journalistiek. Dus ik heb hem een aardig aantal jaren nog meegemaakt. En ik volgde Feyenoord ook regelmatig voor de media waar ik voor werkte. Dus ik heb Piet wel meegemaakt. Het was een vrolijke Frans die... Ik geloof dat ik me wel 6 keer aan hem heb voorgesteld. En elke keer dacht hij weer dat ik een ander was. Zo'n een beetje chaotische, gezellige, leuke man was Piet. Ja. Wat is de reden dat u zo heeft meegewerkt aan het boek? Het was een verzoek van de Feyenoord Supportersvereniging om een soort eerbetoon te maken voor de huisfotograaf van Feyenoord. En dat is die zonder meer. Nou, toen zijn we gaan kijken wat het zou kunnen inhouden. Hij heeft een archief achtergelaten van tienduizenden negatieven. De Feyenoord Supportersvereniging heeft eerst een eerste groslijst samengesteld. Toen bleven zo'n 1200 foto's over. Die hebben wij teruggebracht tot 500 op de uitgeverij. En ja, het was toch wel heerlijk om dat oeuvre, toen het voetbal nog een beetje een onschuldige zaak was, om dat oeuvre van Piet Bouts voorbij te zien komen. En ja, we hebben er echt met spaak naar gekeken. En ook, we hebben er zelfs in het productieproces ook quizzen aan verbonden met de jongens van de Feyenoord Supportersvereniging, wie het eerste wist wie was. Want hij heeft ook alle spelers gefotografeerd. Alle honderden en vooral de wat onbekendere jongens was Rob Teunzen, Rob de Boom, Piet Vrouwdeunt. Nou, die werden ineens onderdeel van een quiz, dus het was heel leuk om het te maken ook, ja. Het boek ligt zelf hier achter u. U zegt zelf, er zijn meer dan 500 foto's staan in het boek. Ja. Is er een favoriet voor u persoonlijk? Ja, ik hou het meeste van de foto's waar veel decor op staat. Er is één bijzondere foto. Dan zit Piet aan de zijkant van het veld, zo'n beetje halverwege een speelhelft. En dan richt hij zijn lens op het doel waar Hans Kraaij, senior uiteraard, in duel is met de keeper van Ajax. Dan zie je die koppen van Kraaij, Hogerman en nog 6 andere spelers. Maar je ziet ook de gezichten van de supporters achter hem in die vakken. Dat is echt heel bijzonder. Er valt van alles en nog wat op te zien. En iedereen kan zich ook herkennen die op zo'n foto staat. Dat vind ik wel heel leuk. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Want ja, tegenwoordig moeten de fotografen achter het doel zitten. Dus je krijgt altijd een beeld waar je meestal de keeper op zijn rug ziet of wat dan ook. Maar hij ging schuin zitten, zodat je iedereen in zijn gezicht zat. Dat vond ik heel bijzonder.